Berry van Pier is er woensdagavond niet ingeslaagd om de kwartfinales te bereiken op de Grand Slam of Darts. De 21-jarige Brabander, die het hele toernooi kampte met artritis, verloor in Wolverhampton kansloos van Mensur Zuljovic, 2-10, hoewel Van Pier uiteindelijk makkelijk op zee werd gezet. Begon de Nederlandse debutant wel goed. Hij gooide een hoog gemiddelde en noteerde in de tweede leg zijn vijfde 180 van het toernooi. Zijn Oostenrijkse opponent gooide echter een nog beter gemiddelde en was bovendien veel effectiever op de dubbels. Daardoor liep Zuljovic als de luid naar een 5-0 voorsprong. Van Peer was ook na de eerste pauze niet opgewassen tegen de uitblinkende Zuljovic. Die een gemiddelde noteerde van 105. De Nederlander pakte nog wel op fraaie wijze de achtste en de tiende leg. Maar een spectaculaire comeback zat er niet meer in. Dartritus van Peer had ook tegen Surjovic weer last van Dartritus. Een mentale blokkade waardoor hij er vaak niet in slaagt om zijn eerste pijl los te laten en waar hij al het hele toernooi mee kampt. Ondanks die slepende handicap had Van Peer twee van zijn drie wedstrijden in de groepsfase gewonnen. Waaronder een partij tegen de Australiër Simon Widlock. Door de uitschakeling van Van Peer zitten er nog maar twee Nederlanders in het toernooi. Titelverdediger Michael van Gerwen speelt in de achtste finales tegen de eerste Steve Lennon en Van Barneveld. De winnaar van 2012 neemt dit op tegen de Brit Rob Cross. Voor de winnaar ligt een cheque van 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 125.000 euro. Het evenement, waarbij naast 24 spelers uit het PDC-circuit ook acht spelers van de rivaliserende Bond zijn uitgenodigd, duurt tot en met zondag 19 november.